Wat ga je zo precies doen? De eerste etappe lopen van de Batassier Race. Wij gaan onze beste etappe ooit rennen. Hardlopen en hopen dat ik het haal. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben niet echt een hardloper van mezelf, dus we kijken gewoon of het goed gaat of niet. Hebben jullie een beetje voorbereid? Een beetje. Ja, van de fysio mocht hij niet, dus ik ben woensdag begonnen. Ja, ik heb getraind, maar het ging niet altijd even vlekkeloos. Meestal kwam ik tot de 4 kilometer strijdend. Nee, echt totaal niet. Ik was van plan om heel erg veel te gaan trainen, maar het is echt totaal niet gelukt. De eerste 4 kilometer ging prima en daarna ging de snelheid omlaag. Dat was steeds een stukje lopen, een stukje rennen. Maar natuurlijk overal mensen gaan, links van je, rechts van je, mensen aan het inhalen. Eén groot avontuur. Niet slecht, kon veel erger. Ik heb me in één keer uitgelopen zonder te stoppen. Iets meer dan een half uur over gedaan. Het is beter dan waar ik op mikte, wat niet heel hoog was. Nou, iedereen heel veel succes en wij gaan ons best doen. Oh.